Een sollicitatiegesprek op een exotisch eiland onder een palmboom. In het echte leven kan het nog niet, maar in de virtuele wereld wel met het online spel Second Life. Want een sollicitatie is een lastige zaak voor werkzoekenden als werkgever. Ten eerste, je bent eigenlijk anoniem, dus je logt eigenlijk in met je avatar. Maar je avatar is een virtueel poppetje dat eruit ziet ofwel als jezelf, maar je kan er ook een volledige andere vorm aan geven. En met dat poppetje kom je dus op het strand terecht en doe je een gesprek. Dat gesprek dat verloopt via chatten, dus je zit niet face-to-face tegenover je werk of je toekomstige werkgever. En dat zorgt toch, merken wij, voor een drempelverlaging bij het sollicitatiegesprek. Als het virtueel klikt, dan worden de kandidaten uitgenodigd voor een echt sollicitatiegesprek op basis van hun cv. Eigenlijk is de beginfase redelijk revolutionair. Er zijn een virtueel gesprek via chat. Maar uiteindelijk, in de laatste fase, zit er toch iemand die, voor ons die eigenlijk ja, toch live met ons een gesprek zal moeten hebben. Want ja, uiteindelijk gaat hij ook hier ter plekke in Brussel op het kantoor bij ons moeten komen werken. Zoek je werk, maar ben je verlegen? Probeer dan eens een online sollicitatie op het eiland van agency.com.